Dit is alweer de laatste video uit deze serie, Rijk worden in 8 stappen. En we hebben al heel veel informatie behandeld, zoals sparen, doelen stellen, investeren, een budget maken en nog veel meer. Maar in deze video gaan we misschien wel het belangrijkste onderdeel behandelen. En dat is om te gaan investeren in jezelf. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en met een passief inkomen kijken we dan naar hoe je financieel onafhankelijk kunt worden door middel van een passief inkomen. Oftewel heel simpel gezegd, hoe je geld kunt verdienen terwijl je slaapt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een e-book schrijven of gewoon een boek schrijven, investeren, affiliate marketing, nog veel meer. Dat zijn allemaal onderwerpen die we op dit kanaal behandelen. Wil je hier nou meer over zien, abonneer je dan even op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar dan gaan we nu dus verder met deze video. En zoals gezegd gaan we in deze video kijken naar het investeren in jezelf. Je kunt natuurlijk investeren in aandelen, vastgoed en nog veel meer dingen. Maar misschien wel de beste investering die je kunt doen is in jezelf. Heb je de andere video's in deze serie nog niet gezien? Kijk dan eerst even de andere 7 delen of kijk die naar de hand even. Maar zorg in ieder geval dat je ze kijkt. Want ik denk als je deze 8 stappen volgt en een beetje toepast in je leven, dat de kans dat je miljonair wordt echt wel groot is. Misschien nog wel groter dan 75%. Het enige namelijk wat je nodig hebt is geen topsalaris. Je kunt gewoon met een normaal inkomen van 1800 of 2000 euro in de maand echt wel miljonair worden. Het enige wat je nodig hebt is in ieder geval kennis en tijd. En dat leg ik allemaal uit in die video's. In deze video's gaan we dus kijken naar hoe je kunt investeren in jezelf en waarom dat zo belangrijk is. Alle tijdcodes en onderwerpen in deze video zal ik ook onder deze video plaatsen. Denk je nou dat deze video iemand kan helpen in jouw omgeving die ook bezig is om vermogen op te bouwen of die je wilt motiveren om dat te gaan doen? Deel deze video met hem of haar en dan gaan we nu snel beginnen. Het investeren in jezelf bestaat eigenlijk uit 4 onderdelen en die gaan we dan ook kort behandelen in deze video. En de eerste daarvan is kijk YouTube en kijk geen tv. Het leuke hiervan is natuurlijk dat je deze video al op YouTube kijkt waarschijnlijk. En waarom is nou YouTube kijken in mijn optiek in ieder geval veel beter dan tv kijken? Nou, ten eerste omdat tv iets aanbiedt en dat moet jij maar kijken, terwijl je op YouTube gewoon zelf kunt kijken wat je graag wilt. En YouTube heeft gewoon zo'n grote bibliotheek eigenlijk van video's, dat er altijd wel iets te kijken is wat je interessant vindt, waardoor je eigenlijk ook wijzer wordt, net zoals deze video's. Ik hoop dat ik je daarmee meer informatie geef en dat je er iets van leert, die je dan vervolgens kunt toepassen om vermogen op te bouwen. Dat is in ieder geval de insteek van mijn video's, maar natuurlijk zijn er nog veel meer mensen zoals mij die je kunt volgen en die ook deze informatie allemaal geven. Als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal, dan is dit echt wel het moment om dus even onder deze video op abonneren te klikken. Maar je hoeft natuurlijk niet alleen op mijn kanaal te abonneren, zoals gezegd. Kijk ook naar andere kanalen, dat doe ik zelf ook. Ik haal veel inspiratie uit andere kanalen die ik vind op YouTube. En dat heeft ook verschillende redenen waarom jij bijvoorbeeld andere kanalen zou moeten abonneren. Ten eerste heb je kanalen zoals ik die me vooral richten op investeren en beleggen. En ik doe het dan specifiek in de vorm van een passief inkomen. Je hebt ook andere kanalen die zich echt gaan richten bijvoorbeeld op een bepaald aandeel of een bedrijf. Zoals je misschien inmiddels al weet heb ik heel veel met Tesla. Ik zie daar echt een goede toekomst in en ik investeer dan ook best wel behoorlijk in Tesla. Ongeveer, ja, nou is het 2000 euro waard door de slechte tijden, maar ik heb ook tijden gehad dat het bijna 3000 euro waard was. Maar ook zo'n kanalen die dan juist over zo'n bedrijf gaan als Tesla, die volg ik. Het hoeft niet per se ondernemers te zijn of investeerders te zijn in Tesla, maar gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in het product Tesla. Nou, waarom is dat dan interessant? Omdat je dan heel veel informatie ten eerste vanuit een andere hoek krijgt, maar wel over hetzelfde bedrijf. Zij behandelen vaak nieuwe modellen, nieuwe functies, leveringsaantallen, allemaal informatie rondom het bedrijf die ook voor jou als belegger heel erg interessant kan zijn. Nou is natuurlijk Tesla een bedrijf wat heel veel volgers heeft, maar je kunt ook vast wel kanalen vinden die iets met Philips hebben of Nederlandse bedrijven. Dus je hoeft het eigenlijk niet alleen te zoeken in een specifiek bedrijf. Je kunt ook kanalen zoeken die de branche of de categorie bedrijven zoals Tesla kunnen behandelen. Ook die kanalen volg ik en dat zijn dan vaak kanalen die echt zijn eigen richten op transport of mobiliteit en vooral op elektrische mobiliteit, zeg maar. Onder andere Tesla daarin en ook andere autobedrijven zijn al bezig, maar zo krijg je ook behalve over Tesla over de hele markt informatie. En die informatie kun je natuurlijk gebruiken om te bepalen of het een goed moment is om meer van Tesla te kopen. Of juist te verkopen misschien wel. Of misschien, ja, je kunt je mening bijschaven en je kunt je kennis opdoen. En in dit geval gaat het over Tesla. Maar dat kan natuurlijk over veel andere bedrijven gaan. Dus abonneer je op veel verschillende kanalen. Haal veel verschillende informatie binnen. En dan denk ik dat je misschien met een half uur of een uurtje per dag
in plaats van op de bank te hangen en tv te kijken, YouTube te kijken, je echt ten eerste veel slimmer wordt, veel meer informatie tot je neemt en dus ook de kans dat je vermogen opbouwt omdat je de juiste beslissingen gaat nemen en iets gaat doen met je geld, gewoon zoveel toeneemt dat je gewoon eigenlijk succesvol gegarandeerd is, zou ik durven zeggen. Ben je nou niet zo van YouTube of zoveel tijd daarin steken, maar ook niet van tv kijken, dan is misschien een andere goede optie om te gaan lezen. Dit kan natuurlijk zijn blogs op internet, maar ook gewoon boeken zijn. Zoals in de vorige video heb ik besproken over routine opbouwen, en dan routine kan moment zijn 's ochtends of 's avonds. Bijvoorbeeld als je s'avonds te bed gaat, dat je ook ontspanning zoekt voordat je te bed gaat. Ga dan niet op je telefoon kijken, video's kijken, social media, maar ga een boek lezen. Dit zorgt ervoor dat je gewoon ontspannen bent. En ten tweede is ook, dit is een vorm van educatie, dus je kunt een blog lezen of een boek lezen, waardoor je gewoon dingen leert. Een blog lezen is eigenlijk gratis. Je gaat gewoon op internet zorgen dat je een goed blog vindt over misschien financieel, misschien weer over Tesla, ik noem maar op. Maar meestal is een blog lezen gratis. Dus hun halen zijn advertentie of zijn geld binnen via advertentieinkomsten rondom het blog. Je kunt ook gewoon een abonnement nemen op e-books. Een voorbeeldje van waar ik gebruik van maak is Amazon Kindle. Voor $10 in de maand kan je dan zoveel boeken lezen als je wil. En dat is natuurlijk heel erg interessant, omdat je dan niet allemaal los hoeft te kopen. En het is ook gewoon heel makkelijk om aan een boek te beginnen. En als het dan niks blijkt te zijn, dan begin je snel aan een ander boek. En dan zorg je gewoon dat je de onderwerpen die je graag zou willen lezen, dat je daar informatie over binnenhaalt. En het mooie aan zowel blogs als boeken is dat je eigenlijk kunt leren van de ervaring van anderen. En ook de fouten van anderen. Je kunt dan op die manier, eigenlijk zoals in deze video geef ik heel veel informatie. Maar in tekstvorm zoals een blog of een boek kun je ook heel veel informatie uithalen. En misschien juist wel op een andere manier. Misschien lees jij het liever dan dat je het ziet. Of een podcast hoor je het liever dan dat je het leest. Dat kan ook. Maar al deze vormen zorgen ervoor dat je fouten en ervaringen van mensen kunt lezen, zodat ten eerste jij dezelfde fouten niet hoeft te maken en kunt leren van hun ervaring, zodat je misschien juist de goede beslissing kunt nemen, omdat hun al in dezelfde situatie hebben gezeten, dezelfde beslissingen hebben kunnen maken, en je kunt dan zien wat dat doet, bijvoorbeeld als hun 10 jaar eerder hebben gedaan en wat ze inmiddels hebben opgebouwd. Dan kun je een beetje gaan vergelijken, en ook dat werkt weer motiverend, lijkt mij. Je vergroot je kans om vermogen op te bouwen op die manier. Het is behoorlijk. En daarom is het eigenlijk een hele goede investering in jezelf. Een andere goede investering is om eigenlijk een mentor te zoeken. Iemand om je heen waarvan jij veel kunt leren. Zo kan iemand zijn die bijvoorbeeld zo'n boek heeft geschreven. Daar kun je dus veel informatie uit halen. Uit zijn ervaring, uit zijn fouten. Maar het mooiste zou zijn als je iemand in je directe omgeving hebt die dezelfde soort ervaring heeft waar jij van kan leren. Ze zeggen altijd wel dat je eigenlijk je vriendengroepen in drieën moet delen. Een derde van de mensen moet een beetje hetzelfde zijn zoals jij. Hetzelfde interesse, hetzelfde IQ, noem het allemaal maar op. Hetzelfde opleiding. Een deel daarvan, een derde, moet een beetje onder jou liggen. Zodat je daar ook weer uit verschillende hoeken verhalen hoort. Maar jij ook weer hun iets kunt leren. En een derde daarvan moet slimmer zijn dan jou. Meer geld hebben dan jij. Moet eigenlijk iemand hebben, een mentor, zeg maar, waar jij tegenop kijkt. Zodat je zorgt dat jij van hun kunt leren. Want deze mensen die slimmer zijn, meer geld hebben, andere interesses hebben misschien, daar kun je vaak dingen van leren. Die hebben ook weer ervaring op gedaan. En als je geluk hebt, en waarschijnlijk is dat zo, dan zul je merken dat mensen die ervaring ook graag willen delen. Dus die groep boven jou eigenlijk, die willen delen met jou. Zorg dat jij het dan weer deelt met die groep onder jou. Dan heb je je vriendengroep in balans. En dan heb je altijd interessante onderwerpen over te praten, dingen over te leren, dingen die je weg kunt leren, is ook altijd interessant. En dat is ook eigenlijk meteen het vierde ding in investeren in jezelf. Als je nou eigenlijk al die dingen hebt gedaan, je hebt een mentor, daar haal je ervaring uit. Je haalt ervaring uit YouTube, uit boeken, noem het allemaal maar op. Die ervaring, ook omdat je die toepast, doe je zelf ook ervaring op. Misschien maak je fouten. Nou, zorg ervoor dat jij dan een mentor wordt van iemand anders. Dus eigenlijk onderwijs anderen. Dat doe ik op dit moment ook al via mijn kanaal. Dit kan dus zijn via YouTube. Het kan ook binnenkort dat ik een e-book ga schrijven. En op die manier mensen wil onderwijzen eigenlijk. Dat ik mijn ervaringen en zo wil delen met jullie. Maar op die manier hoop ik ook dat ik jullie kan inspireren. Jullie kan helpen. Het is ook interessant voor mij om dat te doen namelijk. En zorg er ook voor dat je misschien in je eigen omgeving dan een mentor voor iemand anders wordt. Misschien heb je wel iemand in de vriendengroep of zo in de familie. Die misschien een moeilijke tijd heeft. Of die misschien geld, waarvan je weet dat hij heel veel op de spaarrekening heeft staan, maar niks aan beleggen doet. Probeer hem dan misschien te motiveren om kijk eens naar een keer naar investeren.
waarom zou je dat slim zijn voor jou? Ik wil je er graag bij helpen. Ik heb het al gedaan. Dit zijn mijn resultaten. Noem het maar op. Onderwijs dus anderen. Deel je ervaring. En dat is dan eigenlijk ook meteen het laatste onderdeel uit deze video. En aangezien deze video dan hiermee tot een einde komt, is ook meteen de serie tot een einde. Aangezien het uit 8 stappen bestond en ik inmiddels 8 video's heb gemaakt. Ik sta altijd open voor nieuwe suggesties. Misschien heb jij een suggestie van een nieuwe serie die ik moet maken. Misschien één keer in de maand een video, één keer in de 2 weken of elke week een video zoals ik nu heb gedaan. Heb je misschien een leuk idee voor een serie? Zelf zat ik te denken aan bijvoorbeeld bekende mensen te gaan kijken. Dat jullie een naam noemen, dat ik ga onderzoeken wie het is, wat een beetje zijn achtergrond is. Waarmee die zijn vermogen heeft opgebouwd, welke vormen van inkomen die heeft, noem het maar op. Misschien is dat wel interessant, maar ik neem aan dat jullie ook veel leuke, interessante suggesties hebben. Dus laat die even achter onder deze video. Dan lees ik ze zeker en dan pik ik er daar wel eentje uit. En mocht je nog met vragen blijven zitten, ook daarvoor zijn de reacties onder deze video's natuurlijk een prima plek om je vraag te stellen. Ik kan hem beantwoorden, ook andere kijkers kunnen je vraag misschien wel beantwoorden. En zo helpen elkaar allemaal. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen. En in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.